Ronald, waar ging het mis? Ja, we hadden de matchpoint in handen in de vierde set. En daar speelt Rademaker ongelooflijk slim uit. Wij hadden eigenlijk een beetje bedacht dat zij het weer op de normale manier zouden gaan aanspelen. Hij breekt het open. Ja, dat doet hij gewoon goed. Ja, nogmaals, we hadden de matchpoint in handen. En dan is het natuurlijk heel zuur dat je zo'n laatste set met een paar foutjes er eigenlijk met een groot verschil afgaat. Dat hadden we ook niet verdiend. Maar ja, dit is volleybal. Ik bedoel, het kan heel snel gaan. We hadden hem in handen en we laten hem eigenlijk een beetje wegglippen. Maar nogmaals, ja, zonde. Ik gun het deze jongens zo ongelooflijk. We zijn zo verschrikkelijk hard gegroeid met deze jonge groep in één jaar. Maar ik had het ze enorm gegund om hier de prijs weg te halen. Het had gekund. Maar ja, dit is sport. Hoe groot is dan die tik dat jullie dat matchpoint in de vierde set niet benutten en dan het vervolg in de vijfde set? Ja, dat werkt wel even door natuurlijk. Alhoewel ik wel weer vond dat we de eerste paar punten er wel weer stonden. Maar ja, we maken drie kleine paasfoutjes en twee ballen die we in het blok slaan. En daarna pakken we wel weer vier punten terug, maar dat gat is dan toch weer drie. Ja, dat is eigenlijk te groot. Dat ga je niet meer inhalen. Dus ja, nogmaals. Als je 2-0 voorkomt en dat geeft je gewoon een goed gevoel, ja, dan moet je het ook afmaken. Nou, dat hebben we verzuimd. Maar ik kan de jongens niks verwijten. Ze zijn onder de lijnen doorgegaan, ze hebben alles gegeven. Ja, en op een gegeven moment dan wint op dit moment even de betere ploeg in de laatste set. Ja, dat is hoe moeilijk het ook vindt om te zeggen, dat is toch Zwolle. Maar ja, ik was hier graag met een prijs vandaag gegaan. Weliswaar heb ik er nu eentje, maar liever een andere kleur. Maar ik kan mijn spelers niks verwijten en ik ben ongelooflijk trots op ze. Heeft Zwolle nou meer, zeg maar, dan Lycurgus dat zij kampioen zijn geworden? Ja, ze hebben een paar spelers die op de goede momenten toch de serve erin houden. En ze hebben een heel ervaren spelverdeler die het met zijn internationale ervaring op het juiste moment openbreekt. Maar nogmaals, daar hadden wij misschien ook wat alerter op moeten zijn. Maar ja, dat gebeurt in zo'n topwedstrijd. En ja, ik vind gewoon dat we het volleybal in Nederland een ongelooflijk impuls hebben gegeven door deze twee ploegen. Ja, en dat is mij heel veel waard. Wat nu? Ja, even kijken hoe de jongens erbij staan. Alles maar even in laten zakken. En dan morgen maar eens kijken hoe we ons voelen. En dan gaan we van de week wel eens kijken met de jongens hoe we het verder gaan oppikken.